De voertuigcontrole. Als je het praktijkexamen voor de rijbewijs B bij het CBR aflegt, moet je een aantal vragen kunnen beantwoorden over de controlehandelingen. Voordat je gaat rijden, moet je zeker weten dat de auto helemaal in orde is. Buiten de auto controleer je de verlichting, de kentekenplaten, de spiegels en of de ruitenwissers erop zitten. Maar ook controleer je of er geen vloeistoffen lekken onder de auto. En natuurlijk moeten de ramen schoon zijn. Om de motorkap te openen, moet je de hendel die naast het bestuurdersportier zit, ter hoogte van de pedalen, naar je toe trekken. Onder de motorkap bevinden zich een aantal vloeistoffen. Koelvloeistof. Zorgt voor de afkoeling van de motor, zodat deze niet overhit raakt. Pas op met het opendraaien van de dop van de koelvloeistof. Hier staat namelijk druk op. De koelvloeistof kan eruit spuiten. Dus draai hem alleen open bij een koude motor. De motorolie. Hier kun je de motorolie bijvullen. De oliepeilstok. Je moet de motorolie meten met een koude motor. En de auto moet vlak horizontaal op de weg staan en niet op een helling. Om te meten moet je de oliepeilstok eruit halen en het met een doek schoonmaken. Vervolgens terugplaatsen en er opnieuw uithalen. De motorolie moet gevuld zijn tot aan het midden van de twee ringen. De ruitenwisservloeistof. De accu. De remvloeistof. Je moet altijd controleren of er voldoende vloeistof in zit. Als je de remvloeistof moet vervangen, dan moet je dit door een monteur laten doen. Verder beoordeel je of de banden in goede staat zijn. De profieldiepte van een band moet minimaal 1,6 mm zijn. En voor de winterbanden wordt een profieldiepte van minstens 4 mm geadviseerd. Je kunt dit checken aan de hand van de slijtindicatoren. Dit is een rubber blokje met een dikte van 1,6 mm op de bodem van de hoofdgroeven van de band. Als deze gaan slijten, moet de band worden vervangen. De banden moeten een juiste bandenspanning hebben. Je moet minimaal 1 keer per maand de bandenspanning controleren. Een te zachte band zorgt voor een hoger brandstofgebruik en slijtage. De juiste bandenspanning kun je vinden in het instructieboekje. Banden moeten voorzien zijn van een ventieldopje, zodat er geen vuil in kan komen. Is het dopje groen? Dan is hij gevuld met stikstof en hierdoor minder snel leeg. Let ook op beschadiging aan de band of velg. Als de band een scheurtje heeft, kun je een klapband krijgen. Er zijn 3 soorten banden. Winterbanden, zomerbanden en 4 seizoensbanden. Dit kan je zien aan het symbool op de band.